Welkom bij mijn analyse-review over het luikers kappenstoelenfragment fragment uit de aflevering De kwaadaardige kapsalon van Totally Spice. Vroeger als klein kind zijnde keek ik erg veel naar de afleveringen van Totally Spice. Ik heb er dan ook eens af aan al een dvd van en ik herinner mij er nog alles van, zelfs het dvd-menu. Maar wat de serie zo leuk maakt naar mijn mening, is het feit dat ze continu op avontuur zijn door de missies uit te voeren en mysteries op te lossen. Dit gaat gepaard met veel avontuur, actie en spanning en laat je bij iedere aflevering weer helemaal in het verhaal komen en op het puntje van je stoel zitten in afwachting van hoe het af gaat lopen. Ik heb de serie nu al een aantal jaar niet meer gekeken op deze aflevering na, maar als ik ernaar kijk of het erover heb komen gelijk weer een nostalgische gevoelens bij mij terug. Over de aflevering gesproken... In deze aflevering komt dus een fragment voor die mij altijd is bijgebleven en waar ik graag mijn analyse-review over wil geven aan jullie. Ik laat even zien welk fragment ik precies bedoel en daarna geef ik mijn analyse-review erover waarin ik jullie vertel wat het fragment precies zo goed maakt naar mijn mening. Eigenaardig, iedereen is weg! Oh. 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 De stoelen moeten door deze luik heen gegaan zijn. Dan kan Clover niet ver weg zijn. Wat een leuk fragment! Wat dit fragment zo leuk maakt, naar mijn mening, is als eerste al hoe het begint. Sam en Alex zijn de kapsalon binnengedrongen en gaan op onderzoek uit om het de mensen vermist worden. En verhalen de ronde gaan dat ze bij deze kapsalon als laatst gezien zijn. En om het hun eigen kloof er nu ook verdwenen is op deze plek waarbij de kapsalon van vroeg dicht ging. De wetenschap dat ze met deze reden, om dit te onderzoeken, de kapsalon binnendringen via een omweg. Lijkt je als zijn er sowieso op het puntje van je stoel zitten, vol spanning en afwachting van wat er komen gaat. Maar de eerste paar seconden van het fragment dat ik zojuist liet zien, waarbij er een focus is op de lege kapsalon, er totale stilte te horen is en een spannend achtergrondmuziekje te horen is, geeft wat mij betreft echt het doorslaggevende effect hiervan. Het maakt je als kijker zijnde extra zenuwachtig en het geeft je het gevoel dat er elk moment iets spannends gebeuren gaat, juist omdat het zo stil is. En het net zoals Alex zegt, merkwaardig is dat iedereen weg is. Er is geen klant of kapper te bekennen. Dat Alex dit benoemt, vind ik trouwens ook een goede toevoeging, want dit lijkt je er nog meer bij stilstaan. Op dit punt van het fragment had ik echt de kriebels en het gevoel dat er elk moment iets ging gebeuren. Dus wat betreft het spanningseffect, vind ik dit een erg goed begin. Vervolgens gebeurt er ook daadwerkelijk iets spannends. Er verschijnt namelijk een luik waar Alex bijna doorheen valt. En ondanks dat je op dit punt van het fragment al verwachtte dat er ieder moment iets gebeuren zou, was dit toch onverwachts. Ik zou eerder verwachten dat ze betrapt zouden worden door degene die kwaad in de zin had of iets dergelijks. Of dat er zoals bij de eerdere klanten pas wat zou gebeuren wanneer ze in een kapperstoel zaten. Dus het feit dat het luid plotseling verscheen en Alex er gelijk inviel, zorgt ondanks de verwachtingen die de eerste secondes van het fragment gaven, toch voor een geslaagd en onverwacht schrik effect. Dus dit vind ik erg goed gedaan. Mijn complimenten naar de makers. Hierna trekt Sam Alex uit het gat en is ze gelukkig niet naar beneden gevallen. Maar de kriebels van het spanningseffect hielden daarna nog wel even aan. Zeker omdat Sam en Alex tegen elkaar aanbotsten en dit vervolgens ook even in beeld te zien was. In mijn eigen ervaring kreeg ik op dit punt van het fragment de indruk dat er vervolgens een nieuw luik zou ontstaan waar ze allebei in zouden vallen. Vooral door de houding waarin ze lagen na de botsing. Alex lag helemaal vooruit. En Sam lag helemaal achteruit, dus als er vervolgens op die plek een nieuw luik zou ontstaan, was er geen enkele manier om mezelf ergens aan vast te houden. Dit gaf mij dus deze verwachting, maar het gebeurde vervolgens niet. Maar de toevoeging zorgde er wel even voor dat de spanning aanhield nadat Alex gered werd door Sam. Geen verkeerde toevoeging dus. Ook dit draagt weer bij aan het geslaagde en onverwachte schrikeffect. Vervolgens staan Sam en Alex boven het luik en komen ze tot de conclusie dat de stoelen door deze luik heen gegaan zijn en Klover niet ver weg kan zijn, waarop ze besluiten het luik in te duiken met hun vliegkrachten. Dit gedeelte van het fragment brengt het gevoel van actie en avontuur in het fragment en ook dat vind ik erg leuk. Hetgeen wat de afleveringen van Total Spice namelijk zo leuk voor mij maakt, is namelijk juist alle actie en avontuur die ze meemaken en dat is op dit punt van het fragment echt te beleven. Dit door de combinatie dat Sam en Alex een conclusie maken in het oplossen van het mysterie. De dapperheid dat ze de luiken ingaan en het feit dat ze hun vliegkrachten gebruiken. De eerste twee dingen geven een gevoel van avontuur en het laatste geeft zowel een gevoel van avontuur als actie. Het brengt echt de klassieke Totally spice vibe in het fragment en dat vind ik persoonlijk erg leuk. En ook hier vind ik de keuze van de achtergrondmuziek weer erg passend en versterkt het, ge het gevoel van avontuur en actie. Hierna wordt het beeld ook nog even weergegeven vanuit de ogen van Sam en Alex, waardoor het even lijkt alsof je in een game aan het spelen bent en de situatie vanuit jezelf bestuurd en beleefd wordt. Dit is maar een paar seconden, maar ik vind het wel erg gaaf. Misschien is een game alleen maar eigen gedachten, maar daarnaast zie je als kijker zijnde ook de snelheid en alles wat voorin is en dit geeft je als kijker weer een extra kick qua actie. Hiernaast zie je alle klanten van de kapsalon die verdwenen zijn, vastzitten in de kappersstoelen en over een rails gaan. Het lijkt net een achtbaan maar het is overduidelijk dat ze gevangen zitten en in paniek zijn. Ondanks dat Sam en Alex onderweg en dichtbij zijn om ze te redden, is dat op dit punt van het fragment nog niet gebeurd. En de kappersstoelen blijven maar doorrazen over de rails. Dus dit punt lijkt eens kijkers zijn en weer extra op het puntje van je stoel zitten in afwachting van hoe het af gaat lopen en wat er sneller is. Ze hebben Alex die onderweg zijn om ze te redden of de slechterik die in het spel is en achter dit gebeuren zit. En de focus op Clover vragen zich versterkt dit gevoel omdat zij een hoofdpersonage is en juist Kijkers zijn er dus extra om een personage geeft. Ik weet natuurlijk hoe het verder afloopt, want ik heb ook de rest van de aflevering gezien. Maar dat ga ik natuurlijk niet verklappen, daarvoor moeten jullie zelf de aflevering kijken. Maar ik vind dit fragment van de aflevering wel oprecht een supergoed fragment dat mij altijd is bijgebleven en waarvoor, waarover ik mij oprechte complimenten naar de makers geef. Zoveel creatieve keuzes qua spanning, actie, avontuur en achtergrondmuziek. Jullie hebben echt een topfragment gemaakt.